Welkom bij 1000 Zonnen. Het wielermilieu wordt opgeschrikt door een nieuwe trend, mechanische doping. Het gerucht gaat dat wielerkampioen Fabian Cancellara een fiets heeft gebruikt waarin een kleine motor verborgen zit. Fabian zelf ontkracht deze wilde geruchten. Wielertourist Paul komt er graag voor uit dat hij een dergelijke fiets gebruikt. Ik heb zelf een motortje laten installeren omdat ik iets ouder word, 55 jaar. De knieën werken niet altijd mee en de neiging om de fiets opzij te laten is nogal groot. En vandaar om mij te dwingen om terug op de fiets te stappen en dat verder te doen. Met deze fiets is het niet de bedoeling van niet meer zelf te trappen. Het motortje levert slechts 100 watt, veel minder dan een gewone elektrische fiets, 250 watt. Het geeft alleen een ondersteuning, een steuntje in de rug, alsof je meewind rijdt. Het geeft 4, 5 tot 6 km per uur meer snelheid. Het motortje zelf wordt ingebracht hier in de zadelbuis. Het zit eigenlijk hier en onderaan zit er een kroonwiel dat rechtstreeks de trappas aandrijft. Hier in dit zadeltasje zit de batterij, die is goed voor ongeveer 50 minuten ondersteuning. En dit is de aan- en uitknop die het systeem in werking stelt. Als je dit zou gebruiken in een wedstrijd, dan valt je absoluut op omdat het veel lawaai maakt. De topprestaties zowel van Boon als Cancellara zijn voor mij bovenmenselijk. Maar dat was in de tijd Eddy Merckx ook. En ik kan me voorstellen dat er nogal wat afgunst heerst tegenover mensen die uitstijgen boven de rest. Maar met dit systeem ga je het in elk geval niet bereiken. De ballen. Met de motor of? In het begin zonder, maar op het einde als het wat lastiger wordt. Oké. Ja. Mechanische doping zeggen ze er tegen. Ja. Dus wij pakken een palmpje achteraf en leffeke. Paul is voor mij een echte wielertourist. En het is niet omdat je dat gebruikt. Het kan zijn dat je binnen 10 jaar het ook nodig hebt. En dan zal je dat ook misschien wel gebruiken. Ja. Maar nu nog niet. Ja mannen, turbo! De eerste reacties zijn nogal verrast van waar zit het. De tweede is van je bedriegt, je neemt de mechanische doping. Maar de derde is eigenlijk heel plezant lachen. En als je iets verder spreekt is het eigenlijk plezant, want het is een manier om mensen aan te zetten om langer te fietsen, om meer te fietsen, om gezonder te blijven. En dat is eigenlijk het positieve verhaal van dit fietsen.